vissen en zeker palingen zwemmen tegen de stroom in. Volgens dit principe bouwt Waterschap Stromen momenteel een vistrap op Schouwen-Duiveland langs de N59 ter hoogte van de Herenkeet. De vistrap bestaat uit zwarte kunststofkamers. In elke kamer staat het water 15 mm hoger dan in de vorige. De vissen kunnen zo vanuit de lager gelegen poldersloten in het natuurgebied de Prunje komen. Daar is de kans groot dat ze ten prooi vallen aan de vogels. Maar ja, zo is de natuur. De vistrap bestaat uit twee delen. Tussen beide trappen is een rustvijver. Het bouwsel is bijna klaar. Donderdag worden nog metalen roosters op de kamers gelegd en dan kan de stuw open. Zomers is er minder verschil in waterpijl tussen sloot en natuurgebied. Vissen kunnen dan via een duiker een kortere route nemen. Voor het gemak heeft het waterschap die route met een bord aangegeven. Maar dat is een grapje van de bouwvakkers.